Een broer en een zus uit Gouda runden jarenlang een bedrijf in IJsselstein. Runden, want ze hebben hun bedrijf noodgedwongen moeten sluiten. Ze werden door overvallers overmeesterd, vastgebonden en de boel werd in brand gestoken. We hebben meerdere keren aandacht besteed aan deze zaak. Dat leverde meerdere tips op, maar toch heeft de politie uw hulp nog steeds hard nodig om de daders te vinden. We kijken nog even naar wat er vorig jaar in mei gebeurde. De eigenaresse is 's ochtends vroeg al samen met haar man op de zaak. Dan wordt de rust van de vroege ochtend ruw verstoord. Waar is geld in de kluis? Heb ik niet, man. Waar heb je het over? Wow, waar is geld? Wow, waar is geld? Ik heb het niet. Hij heeft voor mij vastgemaakt achterkant en benen. Mond geplakt. Ja, ik kan niets meer verder. Ja, en dan is een pistool in mijn hoofd. Ik kon niks doen. Ik kijk alleen maar zo. Mijn hele lichaam is trillzaam. Omdat deze nooit meegemaakt. Ik blijf gewoon stil. De vrouw wordt gecheckt op kostbaarheden. Ze vinden haar gouden ketting. Dat was trouwketting. Dat heb ik 21 jaar aangedaan. Nou is die weg. Het echtpaar kan niets beginnen. Stiekem alarm slaan lukt niet meer. En alles wordt overhoop gehaald. Op een gegeven moment gaat een van de overvallers weg. De slachtoffers horen hem buiten praten in een voor hen onbekende taal. De man en vrouw blijven zo'n 20 minuten vastgebonden achter in het kantoortje met een van de overvallers, als ineens de andere terugkomt en een seintje geeft aan zijn compagnon. De man en vrouw denken dat het nu voorbij is. Maar dan ruikt hij ineens iets. Een brandlucht. Ik heb nooit die lucht geruikt, zeg maar. Ik voel echt een misselijk soort lucht, zeg maar. Ik denk dat er iets gebeurt. Terwijl de brandlucht steeds doordringender wordt, duurt het nog 3 kwartier voor de twee zichzelf weten te bevrijden. Pas als de hulpdiensten en de politie er zijn, wordt duidelijk wat de daders hebben gedaan. In de ruimte naast het vastgebonden echtpaar hebben ze brand gesticht. Het vuur heeft zo om zich heen gegrepen dat de financiële klap te groot blijkt. Het echtpaar is noodgedwongen gestopt. De droom van een eigen bedrijf is door de overvallers voorbij. Ja, vreselijk dit voor de slachtoffers, Martin. Vastgebonden zitten met de angst, hè, dat er dus brand is en dat je niet weg kunt. Nee, dat zijn 45 lange angstige minuten geweest. Al die tijd waren ze natuurlijk heel bang waar die brandlucht vandaan kwam en of die brand hem misschien ook zou insluiten. Uiteindelijk bleek dat de daders in het verwerkingsdeel van het bedrijf een pallet met verpakkingsmateriaal in brand hadden gestoken. Oké. Ik zei het net al, er zijn naar aanleiding van onze eerdere uitzendingen meerdere tips binnengekomen. Kun je wat over die tips zeggen? Ja, we hebben een tip gehad van iemand die denkt te weten dat de overval is gepleegd om het echtpaar ook specifiek zakelijk te raken. Dat het dus niet ging om het geld dat er lag. En dat de brandstichting ook niet bedoeld was om sporen uit te wissen. Maar dat de brand meer uit de woede is gesticht. Puur om hun bedrijf een slag toe te brengen. En dat is dus nog gelukt ook. Ja. Om de zaak verder te kunnen oplossen zijn we benieuwd of mensen dit verhaal misschien herkennen. Of ons concreet op het spoor van de daders of misschien mogelijk ook een opdrachtgever kunnen brengen. Juist. Maar als het een zakelijk conflict is, dan is me dat nogal een conflict, hè, als je het risico neemt dat twee mensen levend verbranden. Jazeker. We hebben daar ook met de slachtoffers over gepraat. Ze zeggen ons niet te weten wie hen zoiets zou willen aandoen. Maar misschien zijn er andere mensen die wel vermoedens hebben. Die willen we dan natuurlijk ook graag spreken. En dat mag ook in een vertrouwelijk gesprek met de TNI. De materiële en psychische schade is groot. Heeft u een idee wie deze brute overval hebben gepleegd? Twijfel dan niet en bel een van de tipnummers. Voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek kunt u bellen met het team Nationale Inlichtingen 079 345 8 3x9.